als je science fiction wil schrijven, waar moet je dan op letten? Waar moet je aan denken? Wat is eigenlijk goede sci-fi? Ik ga het erover hebben met Johan Klein-Haneveld. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal heb ik het over tekenen, schrijven, schilderen, fantasy, science fiction en alles wat ik heel interessant vind. Vind je dat soort dingen ook leuk? Word dan zeker eventjes lid van dit kanaal. Druk op de grote abonneerknop hieronder en ook even op het belletje. Krijg je elke keer melding als ik een nieuwe video upload. En je wilt toch niks missen van dit kanaal. Ik ben hier vandaag met Johan Klein-Haneveld. Superleuk. Ja, leuk om er weer te mogen zijn. Ja, altijd fijn om een gast te hebben. Zeker zo iemand als Johan Klein-Haneveld die gewoon superveel weet over fantasy, sci-fi en schrijven. En ik wil dus een video maken over wat is eigenlijk goede sci-fi? Hoe schrijf je goede science fiction? Waar moet je allemaal aan denken? Ik ben zelf meer een fantasy schrijver en lezer. Mijn serie wordt fantasy. Ik heb heel veel fantasy gelezen, maar ook wel wat science fiction. Dus ik weet er wel iets van, maar een stuk minder dan jij, denk ik, in elk geval. En ik denk dat ik vind het leuk om bij verschillende genres eens te onderzoeken van wat maakt nou een goed boek in zo'n genre? En waar moet je aan denken als je het schrijft? Dus ik dacht, ik wil eens beginnen. Oh, trouwens nog één ding. Wil je meer weten over Johan? Check dan zeker even de beschrijving onder deze video. Want daar zet ik alle links naar alles wat je over Johan wil weten. Dus check dat zeker. En ik wil eigenlijk beginnen met de vraag, wat is sci-fi? Een genre definiëren is natuurlijk altijd een grote uitdaging. Ja. Science fiction is een genre in de fantastische literatuur waarbij eigenlijk extrapolatie plaatsvindt op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen. En waar vragen worden gesteld en beantwoord die opkomen uit een wetenschappelijke kijk op de wereld. Ja. Nou is dat een heel smalle definitie van een genre, want niet alle science fiction gaat over wetenschap. Science fiction gaat ook over karakters, gaat ook over maatschappelijke ontwikkelingen, gaat ook over psychologie. Want er is ook een grote lijn zichtbaar vanuit de gotische literatuur naar de science fiction via Frankenstein bijvoorbeeld. Ja, dat wordt toch gezien als het allereerste science fiction? Het wordt door sommige mensen gezien als het eerste science fiction roman. Er zijn ook daarvoor al verhalen geschreven over reizen naar de ruimte of ontmoetingen met wezens op de maan. Maar in die gevallen werd vaak een hoofdpersoon door middel van een magisch fenomeen verplaatst naar de ruimte of naar de maan. En Mary Shelley was een van de eerste die haar roman ook baseerde op een daadwerkelijk wetenschappelijk fenomeen. Namelijk dat als je een dode kikker aanraakt met elektriciteitsdraden, dat die ledematen dan weer gaan stuipen. Ja. Wat zij heeft uitgebreid naar, oh wacht maar, als je een dode mens of een wezen dat uit dode mens is opgebouwd, tot leven kunt wekken. Ja. En wat zijn de gevolgen dan daarvan voor dat wezen en voor de mensen eromheen? Ja. Maar er zit dus ook een lijn vanuit de gotische literatuur die je kunt trekken. Daarom dat de wetenschap soms in science fiction verhalen ook een boeman kan zijn en met wantrouwen wordt bejegend. Ja, ja. Want het prototype van Dr. Frankenstein als wetenschapper is niet iemand die met andere collega's in een laboratorium staat, maar iemand met een assistent die in een kasteel in het platteland. Ja, een gestoorde professor. Ja. Dus science fiction is ook een genre dat heel veel invloeden heeft gehad in de loop van de tijd en ontwikkeling. Maar in principe kun je zeggen dat science fiction een onderdeel is van de fantastische literatuur. Wat wil zeggen dat wat in het boek beschreven wordt geen realisme is. Ja. Dus wat in het boek beschreven wordt kan op dit moment niet echt gebeuren. Ja. Maar wat er anders is in een science fiction verhaal dan in onze werkelijkheid is geen magie. Maar is iets dat wetenschappelijk mogelijk zou kunnen zijn. Ja, of dat in ieder geval wordt beschouwd in het bredere genre als geaccepteerd als dit heeft een wetenschappelijke verklaring. Ja. Het makkelijkste voorbeeld is om twee benaderingen van vampiers te bekijken. Als je een vampier in een verhaal opvoert, zoals in Dracula, die een vampier is omdat hij vervloekt is. Ja. En dus bestreden kan worden met een kruis of gewijd water. Ja. Dan is het fantasy. Ja. Want het bestaan van die vampier heeft een magische verklaring, een bovennatuurlijke verklaring. Ja. Tegenwoordig zijn er ook verhalen waarbij vampiers worden opgevoed die door een virus zijn besmet. Ja. En daardoor bloed moeten drinken of langer leven of s'nachts of niet overdag naar buiten kunnen. Ja. Zoals in de Underworld films, om maar een voorbeeld te noemen. En dat is eigenlijk science fiction. Omdat het vampirisme dan verklaard wordt met een wetenschappelijk fenomeen, namelijk een virus. Ja. En misschien kan het technisch gezien zo'n virus niet bestaan, maar in het universum van de film
wordt het wel wetenschappelijk uitgelegd. Ja. Net zoals dat je sneller dan licht reizen. We weten dat het eigenlijk technisch wetenschappelijk gezien niet onmogelijk is. Maar als er een verhaal wordt opgevoerd met een wetenschappelijke verklaring. Nou, we hebben hier een motor gebaseerd op dit principe. Dan is het science fiction. Als je zegt, oh, iemand doet een magische spreuk. En is dan met sneller dan het licht op een andere planeet. Dan is het fantasy. Ja. Ja, duidelijk verschil. Ja, dus als het fenomeen dat anders is dan onze werkelijkheid en het verhaal een wetenschappelijke verklaring heeft in onze wereld of in de wereld van het verhaal, dan is het science fiction. Ja, nou duidelijk. En waar vind je dat een goede science fiction aan moet voldoen? Moet je dan bijvoorbeeld dat de wetenschap wel echt onderbouwd is, bijvoorbeeld? Ik vind dat wel een mooi kenmerk van van science fiction, maar een goede science fiction is vooral science fiction die een interessante vraag stelt bij de wetenschap. En die daar interessante dingen mee doet. Dan is de vraag of het feitelijk kan, is wat minder van belang dan het vragen van ja, maar wat betekent het nou eigenlijk in onze werkelijkheid? Ja. Goede science fiction stelt vragen. De what-if-vraag, wat als we deze ontwikkeling doortrekken, wat betekent het nou dat we deze waarneming hebben gedaan? Maar goede science fiction wekt ook een sense of wonder op. De verwondering van, oh, dit is iets wat ik nog niet eerder had voorgesteld. Om in een verhaal op Mars rond te lopen. Of in een verhaal de ringen rond Saturnus te zien. Of in een verhaal een buitenaardse levensvorm te ontmoeten. En verbaasd te worden over de grootte, de schoonheid, de diversiteit. Dat is ook een heel belangrijk aspect van science fiction. Ja. De verwondering. En voor mij... Ja. Is dat een van de belangrijkste aspecten waarop ik een verhaal zou beoordelen. Dit is wel een overeenkomst tussen fantasy en sci-fi, vind ik. Want in fantasy vind ik dat ook heel belangrijk, de verwondering. Ja, maar de verwondering in een science fiction verhaal is nog wat meer over ons eigen universum. En wat daarin mogelijk is, of theoretisch mogelijk zou kunnen zijn. Ja, ja. In een fantasy verhaal is de verwondering over een wereld die niet mogelijk kan zijn. Nou, dat is waar. Inderdaad. We hadden het net even over Stargate, voordat we begonnen met filmen. Dat vond ik vroeger altijd fantastisch, met het idee van wat als die echte werelden daar echt zijn? Wat als we daar naartoe konden reizen door een poort die is ontwikkeld, ja. Ja, maar de poort in Stargate is een apparaat. Ja. Waarvan we niet de verklaring weten in het verhaal, maar hij is gebouwd door aliens en achtergelaten. Maar hij heeft in het universum een wetenschappelijke verklaring. Ja. Het is als het een serie was met een tovenaar die de karakters naar een andere planeet verplaatste, was het een fantasy serie geweest. Ja, precies. Ja. En nu is het een science fiction serie. Maar die verwondering, ik denk zelf dat ik ook, kan je ook zeggen, ja, fantasy kan soms gezien worden als een wat nostalgisch genre. In ieder geval in de boeken van Tolkien en die aan het bron stonden van het genre. Ja. Terugkijken naar vroeger, de tijd waarin het beter was. Onze kindertijd. Misschien dat we dachten dat we met dieren konden praten. Of dat de bomen konden lopen. Of dat er elfen bestonden. In sommige fantasy commentatoren noemen de fantasy dan ook de literatuur van het hartsverlangen. Mm. En dan denk ik, ja, dat vind ik een mooie. Het klopt niet. Grim dark fantasy valt daar dan weer minder onder. Maar het zijn modernere ontwikkelingen. En dan kan je kijken naar horror, denk ik. Ja, dat is dan de horror van de verhaal over van de onderbuik, angst. Zeg ik dan eigenlijk. De angst wat ons verontrust. En die stelt niet eigenlijk de vraag wat als... Die zegt eigenlijk, fantasy zegt eigenlijk, ja, wat als nou jouw verlangens echt zouden zijn? Ja. En horror zegt, ja, wat als jouw angsten nou echt zouden zijn? Ja. En science fiction is eigenlijk, ja, wat jouw ideeën nou echt zouden zijn? Dat is ook de reden dat er ook heel veel wetenschap is die is ontstaan door ideeën uit science fiction verhalen. Je ziet dat er nu hard wordt gewerkt aan de theorie van een warp-aandrijving, zoals die in Star Trek gebruikt wordt. Maar dat ook bijvoorbeeld om mensen te injecteren door de huid heen zonder het met een naald te hoeven prikken, eigenlijk ook wordt ontwikkeld wat al in Star Trek aanwezig was, dat ze mensen medicijnen konden toedienen zonder ze daadwerkelijk te prikken. Maar tegelijkertijd is het andersom dat... heel veel mensen die wetenschap gaan bedrijven, die zijn ook geïnspireerd door de science fiction. Juist omdat eigenlijk als wetenschapper ook de vraag stelt, ik heb deze waarneming en deze waarneming, hoe kan ik die bij elkaar brengen? Wat nou als, en dan ontstaat een theorie. En een science fiction schrijver doet eigenlijk hetzelfde en verkent mogelijkheden in een verhaal. Ja. En natuurlijk is dat geen wetenschap dat een science fiction schrijver doet. Een wetenschapper genereert ideeën zonder ze te hoeven toetsen. Dus ik hoef niet de vraag te stellen van, oh, kan dit in een experiment worden bevestigd? Ja. Ik kan alleen zeggen, hé, maar als ik dit uitgangspunt heb, dan is dit ook mogelijk. En ja, dat inspirerende effect ervan is wel heel erg interessant. Ja. En ik denk ook dat je als
Ik kom zelf uit wetenschappelijke achtergrond. Ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd. En ik was altijd als kind al geïnteresseerd in biologie en natuurwetenschap. En dat heeft ook mijn liefde voor de science fiction heel erg doen groeien. En vice versa. Misschien ben ik ook juist geïnteresseerd geraakt in de natuurwetenschap. Doordat ik zoveel science fiction las. Omdat ik wil weten hoe het zou zijn om op een andere planeet te lopen. Of welke levensvormen er zouden kunnen leven op een wereld met een andere zwaartekracht. Ja. Dan wij, omdat daar zijn bepaalde wetmatigheden bij betrokken. Waardoor een leven een bepaalde vorm aanneemt. Dat soort vragen stel ik me. Hoe zou het zijn om een ander zonnestelsel te bezoeken? Of wat voor... Hoe ziet het leven erin? Hoe ziet een cel er van binnen uit? En diezelfde verwondering vind ik terug in de science fiction. Ja, cool. Heb jij favorieten in het sci-fi genre? Ja, natuurlijk heb ik favorieten in het sci-fi genre. Ik hou zelf ook wel van de wat oudere science fiction van Asimov en Clarke. Moderne commentatoren geven wel het commentaar dat die niet zo goed geschreven zijn. Het is vrij bazaal, de karakters zijn plat. Ja. Om het zacht te zeggen, maar de ideeën die erin zitten in het verhaal van Asimov en Clarke, die zijn nog steeds, spreken bij mij nog steeds tot de verbeelding. Ja. Misschien ook omdat ik ze als kind al gelezen heb, want het blijft lang hangen. Ja. Maar die lees ik dus nog steeds wel graag. Maar er zijn ook heel veel moderne science fiction schrijvers die echt wel heel goed werk doen. Ik ben bijvoorbeeld fan van de boeken van Adrian Tarkovsky, die nu heel erg aan bekendheid wint met zijn Children of Time boeken. Waarbij hij beschrijft hoe door een ingrijpen van mensen de evolutie van spinnen op een bepaalde planeet versneld wordt. Waardoor uiteindelijk een maatschappij van intelligente spinnen ontstaat, wat heel erg wetenschappelijk onderbouwd. Ja, dat vind ik echt heel erg fascinerend. Ja, zeker. Maar ook in het heel andere kant van het spectrum zijn de boeken van Becky Chambers. A Long Road to a Small Angry Planet heet het eerste boek. En zij schrijft juist weer niet technische science fiction over de bemanning van een ruimteschip die heel divers is. Waar één mens aan boord is, maar verder allemaal buitenaardse wezens die heel erg van elkaar verschillen. En het gaat eigenlijk over de vraag hoe kunnen die samen, zeg maar, functioneren op het ruimteschip. Ja. En zij in de vervolgboeken schrijft ze nog kleinere scenario's over een aantal buitenaardse wezens die tijdens een soort lockdown op een andere planeet in een kleine locatie samen zijn en moeten wachten tot de redding weer op gang komt. Ja. En hoe die voor elkaar zorgen. Dat zijn eigenlijk de twee uitersten van de science fiction. Ja, ik heb het gevoel dat er een soort van twee stromingen zijn. Je hebt echt de technische sci-fi van oké, wat als de techniek zo werkt. En de meer soort van maatschappij-kritische sci-fi die zegt van wat als de maatschappij zo werkt. Dus daar gaat het weer niet per se om de techniek. Ja. Ja, klopt. Er is ook een. Die stroom hebben we altijd al bestaan. Je hebt natuurlijk de dystopische science fiction al gehad voor de Tweede Wereldoorlog met Brave New World. En daarna met 1984 van George Orwell. Ja. Daarna heb je een tijd gehad dat de Golden Age van science fiction met Asimov en Clarke, die heel erg techniek gedreven was en wetenschap gedreven. Maar het antwoord daarop in de jaren 60 was de New Wave science fiction met schrijvers als Philip K. Dick en Dune van George Herbert, die veel meer. Ten eerste veel meer literaire technieken toepaste in het schrijven. Ja. Maar je ook zich veel meer focuste op de andere vormen van wetenschap. Op sociologie, op psychologie. Ja, op, precies. Ja, dat is natuurlijk ook wetenschap, maar een ander. Klopt. Ja, ja. Er is meer dan alleen maar natuurwetenschap. En voor mij als natuurwetenschapper neig ik ook wel toe om dat te vergeten. Maar, en ook al die andere vormen van science fiction zijn, van al die andere vormen van wetenschap zijn goede bronnen voor science fiction. Ja. Daarom denk ik ook dat het beeld wat heel veel mensen van science fiction hebben, tekortschiet. Want heel veel mensen hebben het idee van science fiction dat is Star Trek. Is ruimteschepen. En dat is precies dat is ruimteschepen. En mensen in haar pakjes die een zwart gat bestuderen. Ja. Terwijl science fiction is ook The Handmaid's Tale. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen van een recent serie gebaseerd op een science fiction boek. Ja. En Never Let Me Go van een Japanse schrijver, ook verfilmd. Maar ook dat is science fiction, want science fiction gaat over veel meer dingen dan alleen ruimte of alleen natuurkunde. Ja. Science fiction is ook vragen over hoe is de mens in de toekomst. Ja. Ja. Neem David Mitchell en zijn, hoe heet dat boek nou ook alweer? The Bone Clocks? Nee, zijn andere boek dat verfilmd is. Cloud Atlas. Ja, neem Cloud Atlas van David Mitchell. Dat begint in het verleden en verhaallijnen die op elkaar ingrijpen. En uiteindelijk eindigt in de toekomst. Ja, is literatuur, maar het is ook science fiction. Ja. En mensen die zeggen, oh, maar ik lees geen science fiction. Heel veel literatuurliefhebbers die dan wel de boeken van David Mitchell lezen. En dus eigenlijk, je houdt dus wel van science fiction. Ja, ja, dat merk ik sowieso wel in science fiction en fantasy. Dat mensen soms zeggen, nee, maar ik lees dat nooit. Maar dan hebben ze wel Lord of the Rings gekeken ergens gelezen. En Harry Potter denkt, ja, maar dat is ook allemaal klopt. Sci-fi, fantasy. Ja, ik denk dat mensen heel erg onderschatten wat allemaal mogelijk is in de science fiction. En wat er allemaal onder valt.
En 1984 natuurlijk. Nou, 1984, Fahrenheit 451 van Ray Bradbury. Ja. Het is gewoon een heel breed veld. Maar vaak stelt allemaal vragen van, ja maar, hoe ziet onze toekomst er nou eigenlijk uit? Wie is de mens in de toekomst? Niet alleen maar wat kunnen we met techniek, maar ook hoe verandert de techniek ons? Ja. Wat ook een hele belangrijke vraag is. Zeker. Ik denk bijvoorbeeld dat nu Facebook de naam heeft veranderd naar Meta en een metaverse wil maken. Ja, heel veel science fiction schrijvers die twitteren daarover van ja, maar wacht eens, in de jaren 80 schreef wel cyberpunk boeken daarover en die toekomstbeelden waren helemaal niet zo positief. Heeft zo'n maker er wel over nagedacht wat de mogelijke negatieve consequenties kunnen zijn van zo'n ontwikkeling? Zit het straks dadelijk, wordt onze hele werkelijkheid gefilterd door reclamebubbels en moeten we het betalen om bepaalde dingen wel of niet te kunnen zien? Ja. En dat soort scenario's hebben science fiction schrijvers al lang en breed bedacht. En ik had nou niet het idee dat de Matrix werd gepresenteerd als iets om naar te streven in de films. En op een of andere manier lijken die techneuten wel te denken dat we dat mooi moeten willen. Ja, interessant. Maar ik denk juist dat we al met z'n allen meer over dat soort vragen moeten nadenken. Wat betekent een nieuwe ontwikkeling of uitvinding voor de mens en de menselijke psyche? Ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat inderdaad, we hebben als mensen ook sci-fi nodig. Om inderdaad onderzoek te doen naar wat is eigenlijk goed om te doen. Hoe moeten we ons verder ontwikkelen? Waar moeten we voor uitkijken? Ik bedoel, 1984 is natuurlijk ook een boek geweest wat veel invloed heeft gehad in die zin. Ik denk ook dat je daarom kunt zien dat science fiction een opkomst kwam eigenlijk in de 19e eeuw. En explodeerde rond de tijd van de Tweede Wereldoorlog en kort daarna. Omdat er een technologische ontwikkeling in een hoog tempo kwam. Omdat we juist meer dan ooit nodig hebben om ook vooruit te kijken. Als je ziet nu in het buitenland dat er een renaissance is van science fiction, dan hangt ook samen met alle veranderingen die op ons afkomen. De klimaatverandering, plastic vervuiling, toenemende discussies over terrorisme, maar ook controle, de techgiganten, wat weet Facebook van mij, de internationale ontwikkelingen. Ja. We hebben juist heel erg steeds meer nodig om na te denken van wat betekent het nou dat al die dingen op ons afkomen. Er was weinig science fiction in de 18e eeuw, maar het leven was voor de meeste mensen ook hetzelfde. Als je geboren werd, leefde je in dezelfde wereld als wanneer je doodging. Ja. Maar nu is dat niet meer zo. Ik denk, over 20 jaar ziet de wereld er enorm anders uit dan nu, want de wereld van nu ziet er al enorm anders uit dan 20 jaar geleden. Ja, precies. We hebben het nodig. Ja, dus als je daarop voorbereid wilt zijn, dan is science fiction heel erg belangrijk. Want ik denk dat op geen betere manier kun je je daarop voorbereiden dan via verhalen. Ja, zeker. Verhalen is de manier waarop we onze wereld begrijpen. Ja, door in te leven ook in karakters die in andere situaties zijn dan jij. Ja. En je hun leven voor te stellen. En ook kan science fiction dus terminologie bieden om te praten over die ontwikkelingen. Net zoals 1984... Big nog steeds Brother. Ons bewustzijn zit met termen als Big Brother en Newspeak. Wat eigenlijk dingen als fake news al werden voorspeld door George Orwell. Dat mensen zullen proberen om het nieuws te veranderen en woorden te veranderen. Zodat de gedachten van mensen veranderen. Ja. Dus ik zou, ik vind het heel jammer dat heel veel mensen zo'n beeld hebben van science fiction. Als dat is alleen maar... mensen in ruimteschepen. Kijk, ik hou heel erg van dat soort science fiction. Dus geef mij maar ruimteschepen. Maar het is zoveel meer dan dat. Ja, nee, zeker. Nou, ik krijg in elk geval wel de indruk dat het belangrijk is dat we sci-fi lezen en schrijven. Dus laten we even teruggaan naar dat schrijven van sci-fi. Want we hebben het nu gehad over goede sci-fi. Wat vind je dan minder? Wanneer is sci-fi minder geslaagd? Ik denk dat science fiction, waarbij het niet gaat om de science fiction, om de wetenschap, minder geslaagd is. Soms kun je een verhaal schrijven, een thriller die zich in de toekomst afspeelt. Als die dat element uit de toekomst wegneemt en je houdt nog steeds een perfect werkende thriller over, dan is het geen goede science fiction. Want dan had je net zo goed de thriller in onze wereld kunnen laten afspelen. Yeah. Het element dat je introduceert, het nieuwe element, de what-if-vraag, moet ook consequenties hebben voor de plot. Yeah. En het liefst ook dus op een interessante manier beantwoord worden. Yeah. Waarvan ik als lezer zeg, oh, zo had ik er nog niet naar gekeken. Ja, precies. Dus science fiction waarbij het alleen maar een sausje is aan de buitenkant, dat vind ik niet zo geslaagd. Yeah. Ik zeg niet dat alle science fiction schrijvers wetenschappers moeten zijn, maar als je op een bepaalde wetenschappelijke manier kunt denken om ontwikkelingen door te trekken, dan helpt dat wel heel erg. Yeah. Ik ben ook niet iemand die gaat narekenen van, oh, wat is de afstand tussen planeten en hoe lang doet een scheepje er precies over. Zo muggenzifterig ben ik zeker niet, maar je moet wel een beetje in de right ballpark zitten, dat niet iemand in 2 dagen naar een andere ster vliegt. Yeah. Dus een zekere kennis van het veld is handig. Ja. Yeah.
Ja, dus kijk, er zijn natuurlijk prima boeken die een sausje gebruiken, een sci-fi sausje gebruiken, wat dan misschien niet echt sci-fi is. En dat is ook oké, maar dat zou je misschien geen sci-fi moeten noemen. Ja, dat is dan een thriller met een sci-fi sausje. Maar ja. Echt goede science fiction, goed als science fiction, moet ook echt niet kunnen verplaatst worden naar een andere tijd of naar een ander, naar het heden. En ik denk dat ook goede science fiction tegenwoordig ook echt op alle treinen goed moet zijn. Dat karakters driedimensionaal zouden moeten zijn. Dat emoties goed moeten worden overgebracht. Ja. En dat een fout die nogal wordt gemaakt in science fiction verhaal is dat mensen gaan oreren over de situatie en aan de andere karakters die het eigenlijk al lang weten gaan uitleggen hoe het precies in elkaar zit. Ja. En dat moet je ook niet doen. Je moet informatie op een subtiele manier in je verhaal verwerken. Ja. En niet het verhaal onderbreken om tegen je lezer dus even uitleg te geven. Ja. En het geldt voor alle verhalen, maar science fiction die eigenlijk alleen maar herhaalt wat in de jaren 50 werd gedaan in de science fiction met tijdreizen of robots. Dat vind ik ook jammer. Er is gewoon veel nieuwe wetenschap gedaan. Er is gewoon veel nieuwe ontwikkelingen in het genre. Ja. En zoals eigenlijk geldt voor alle vormen van fantastische literatuur. Lees ook wat er nu en vorig jaar wordt gepubliceerd. En sluit aan bij de schrijvers en de ideeën en het gedachtegoed dat ook nu op geld doet. Ja, nou, maar dus niet eens zou ik zeggen dat je alleen maar de sci-fi moet lezen. Maar ook gewoon op de hoogte zijn wat zijn de ontwikkelingen in de wereld. Op gebied van wetenschap en techniek. Want het is juist dat is natuurlijk de lol van science fiction. Dat je dat kunt onderzoeken in je boek. Ja, ik denk ook dat als je niet op de hoogte blijft van sowieso van maatschappelijke ontwikkelingen. Ontwikkeling in de politiek, ontwikkeling in de wetenschap. Dat je dan geen goede science fiction kunt schrijven. Ja. Zeker een nieuwsgierigheid voor dat terrein van. In fantasy kun je makkelijker ontsnappen. Fantasy kan je schrijven als escapisme. Dan kan je een wereld verzinnen waar je geen enkele andere informatie voor hoeft te hebben. Die puur alleen maar in jouw hoofd bestaat. Maar science fiction schrijf je juist om je wereld te vergroten. Ja. En dat lees ik ook om mijn wereld te vergroten. Ja. Ja. Dus je moet er ook echt wel research voor doen, zou ik zeggen. Ja, ik denk dat dat weten waar je het over hebt wel belangrijk is. Ja. Ja, want je zei al, je hoeft niet per se een wetenschapper te zijn. Nou, denk ik dat het helpt misschien om een wetenschapper te zijn. Mogelijk. Maar daarnaast moet je dus denk ik gewoon nieuwsgierig zijn en veel research ook willen doen om het goed neer te zetten. Ja. Ja, je moet in ieder geval de research doen die nodig is voor jouw concept en het verhaal. Ja. Je hoeft heus niet het naadje van de kous te weten. Maar als je het maar geloofwaardig kunt maken, als je bij een suspension of disbelief kunt wegnemen, waardoor, want een lezer van science fiction zal altijd de vraag stellen, ja, maar kan dat echt zo? Ja. En dan gaat het ook over simpele vragen, van basale vragen van, oh, maar als iets zo beweegt, valt het dan daadwerkelijk die kant op? Of als je daar kracht op zet? Ja. Je kan er niet van afmaken met, oh, maar dat is magie. Ja, dus, nee, klopt. Je hebt wetenschap. Klopt. Dus in mijn boek Hoeder van de Vulkaan is eigenlijk een fantasy verhaal, maar ik schreef het ook als science fiction. Het is een vorm van een magisch element, de bewegende steen. Maar ik zag het me vormen als nanotechnologie. En we weten die energie in materie kan omzetten. En we weten uit wetenschap dat er een klein beetje materie enorm veel energie zit. Kijk naar de atoombom. Dus dat om materie te maken, je ook heel veel energie nodig zult hebben. Ja. En daar kan je niet zo makkelijk zomaar mee spelen in een verhaal waarbij je dat wilt laten kloppen. Ja. In hoeverre mag je, ook bij sci-fi worden natuurlijk dingen bedacht die niet bestaan. Maar het moet gebaseerd zijn op een soort van wetenschap. Waar zit die grens, vind jij? Hoe ver mag je gaan in dingen bedenken en hoeveel moet het wetenschappelijk onderbouwd zijn? Nou, je mag zo ver gaan als je wilt natuurlijk. Uiteindelijk gaat je verhaal dan worden ingedeeld bij de science fantasy of bij de fantasy en niet bij de science fiction. Er zijn dingen als tijdreizen of sneller dan lichtreizen. Weten we dat dat nu waarschijnlijk onmogelijk is. Maar je wilt ook graag verhalen kunnen vertellen waarbij je wel bij een andere planeet aankomt. Ja. Maar dat, als je daar een redelijk plausibel klinkende verklaring voor geeft en niet de hoofdpunt van je verhaal maakt. Ja. Als je, voor mij, dan neem ik dat als lezer aan. Als andere aspecten in je verhaal. Maar wel kloppen. Net zoals het verhaal van Emil Tarkovsky over die intelligente spinnen, er komen ook mensen bij de planeet uit. Maakt mij niet heel erg veel uit hoe die mensen daar komen. Ja, het verhaal zijn ze de ruimteschip en zo lang vertrokken. Maar de evolutie van die spinnen, dat is de hoofdmoot van het verhaal. Ja. En als daaromheen dingen plaatsvinden met een ruimteschip,
dat is oké. Maar als jij een verhaal schrijft over een wetenschapper die sneller dan lichtreizen wil uitvinden, ja, dan moet je je natuurkunde wel heel goed onderbouwen. Ja. Want als dat de hoofdmoot van je verhaal is, dan wil ik wel een goede theorie zien. Ja. Nu hoef je niet eens per se te kloppen, je mag best wel speculeren. Maar dan moet je wel speculeren op basis van de huidige wetenschap. Ja, precies. Maar als jouw kernpunt is de evolutie van leven op een ander planeet, dan mag je voor mij zeggen, ze hebben een antimaterie-aandrijving. En dan geloof ik wel dat ze daarmee naar die planeet zijn gekomen. Ja, precies. Ja. En wat vind je nou de belangrijkste valkuilen om voor uit te kijken als je sci-fi gaat schrijven? Is dat dit bijvoorbeeld? Dit is een valkuil, maar ik denk vooral dat mensen als valkuil hebben dat ze dus het genre te beperkt zien. Ja. Of dat ze zich niet verdiept hebben in het genre. Maar dat geldt eigenlijk voor alle vormen van schrijven. Dat ze nog steeds verhalen schrijven gebaseerd op science fiction uit de jaren 50. Dus met robots, zoals Isaac Asimov ze beschreef. Ja. Of dan ben wij de verhalen die ik heb gejureerd voor de verhalenwedstrijden van Godijn Publishing. Dat beschrijvingen tegengekomen van ruimteschepen. En dan mensen door een raam naar achteren kijken waar ze vandaan komen. En dan denk ik, ja maar een ruimteschip heeft geen ramen. zo niet naar achteren. Dat hadden ze in de films uit de jaren 50 misschien, en de boeken uit de jaren 50, maar zo zouden ze niet meer, dat geloof ik niet meer in een hedendaags verhaal. Ja. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste valkuil. Ja. Om science fiction te schrijven. En ja, verder is science fiction is het belangrijkste dat het een goed verhaal is. Als lezer neem je ook wel heel veel aan van de schrijver als het dan goed geschreven is en de karakters zijn boeiend. Ja. Je gaat pas letten op de details die misschien niet kloppen. En dat geldt voor andere genres zoals fantasy ook, als het verhaal zelf niet sterk is. Ja, dat denk ik ook. Dat een van de belangrijkste dingen is. Je moet gewoon een goed verhaal neerzetten ten eerste. Ja, maar zorg dus ook dat de wetenschap waar het over gaat, dat die klopt. Ja. En je hoeft er niet te schrijven voor de academicus. Je hoeft niet voor mij uit te rekenen hoeveel dagen precies een ruimteschip doet om van de ene plek naar de andere te gaan. Of ja. Hoeveel haren op het hoofd groeien van een buitenaards wezen. Ja. Als ik het maar kan geloven. Net genoeg hebben om mij mee te nemen. Maar weet wel dat als je ergens dieper op ingaat, dat je wel weet waar je het over hebt. Ja. Ik las laatst in een verhaal dat er een techniek was om een planeet van baan te laten veranderen. Ik heb daar direct grote vraagtekens bij, omdat ik denk van ja, maar dat kost wel enorm veel energie. Heb je daar wel over nagedacht? Ja. Waar komt de energie vandaan? En als dat een object is of een apparaat dat die energie uitoefent, dan zitten daar ook krachten op. Ik bedoel, dan kan je dat beter in een fantasyverhaal zetten. Of je moet echt heel hoog futuristische beschaving hebben die de kracht van zwarte gaten kan transformeren om daarmee planeten van baan te veranderen. Maar dat vond ik dus, dat was een element dat ik dan moeilijk te geloven vind. Dus daarvan denk ik, ja, weet wel waar je het over hebt. Toch, als je het zo zegt, dan denk ik, je moet wel een beetje wetenschappelijke achtergrond hebben om dit te kunnen schrijven. Want ik zou dit ook niet weten, omdat ik een soort van die kennis niet heb. Dus als ik ooit science fiction zou schrijven, zou ik zo'n fout kunnen maken. Ja, of je zou dus niet meer maatschappelijke science fiction schrijven. Ja. Nou ja, ik denk ook dat meer bij me zou passen. Want... Ja, je schrijft ook waar je zelf enthousiast over bent en waar je zelf in geïnteresseerd bent. Ik schrijf veel over ecosystemen en levensvormen, omdat ik zelf biologie en ecosystemen heel interessant vind. Daarom komen er ook meer dan gemiddeld vissen in mijn verhalen voor, denk ik. Omdat ik daar als ervaring liefhebber een bovenmatige interesse in heb. Dat is voor koffie. Dus je schrijft ook over wat je interessant vindt. En als je er zelf over twijfelt, zoek dan hulp in van de vriendenschrijvers of mensen die met meer verstand van zaken hebben. Benader wetenschappers of mensen van wie je weet dat ze er interesse in hebben. En laat die mee lezen. Ja. En kijk gewoon zelf met die soort van wetenschappelijke manier van kijken naar die elementen in je verhaal. Maar... Of dit zo'n belangrijke plek is in mijn verhaal dat er iets van baan veranderd moet worden. Waar moet ik dan rekening mee houden? Ja, nou ja, we komen toch weer uit op proeflezers. En dat kom ik vaker tegen in deze video's. Dat proeflezers gewoon wel belangrijk zijn. Dat je dat soort dingen checkt. Ja, en vooral als je zelf er vraagtekens bij hebt. En dan nogmaals, het hangt ook af van de sfeer van je verhaal. Als jij je verhaal zo hebt geschreven dat ik als lezer meekrijg. Ja, maar het hoe en waarom, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Het belangrijkste is dat dit gebeurt. Dan kan ik het ook heus wel accepteren dat er iets van baan verandert. Omdat ik zelf ga nadenken van, maar klopt het wel precies? Ja. Maar dat is wat jouw gave als schrijver, is ook om het zo te presenteren dat... Dat je erin meegaat. Ja, dat de lezer daarin meegaat. Ja. Maar ik denk aan de andere kant, hoe dichter het is bij wat echt is, hoe meer datgene wat je wilt zeggen ook over zal komen bij de lezer. Ja. Want als het allemaal niet klopt, dan wordt het snel technobabbel en naar richting de fantasy. Ja. En dat hangt vanaf wat je wilt bereiken met je verhaal. Als je echt
iets wilt zeggen over onze maatschappij of over het gebruik van wetenschap en techniek in onze maatschappij, dan moet het ook wel kloppen. Ja. Als je echt alleen maar vermaak wilt bieden, ja, dan mag je ook wel wat geluid in de ruimte toevoegen om ruimteachtervolgingen boeiender te maken. Ja. En nog even over personages, je zei er eerder al iets over. Ik heb soms de indruk dat bij science fiction meer dan andere genres soms de diepte van de personages wordt opgeofferd om maar wetenschappelijke achtergronden te kunnen brengen. Zie je dat ook zo? Is dat meer geaccepteerd in science fiction, dat personages minder goed uitgewerkt zijn? Ik denk dat dat uit het verleden in ieder geval zo was. Dat in de gouden eeuw van science fiction veel de wetenschappelijke ideeën centraal stonden. En we zien het nog steeds wel in sommige science fiction verhalen. Vooral van schrijvers die echt uit de natuurwetenschappelijke achtergrond komen. Zoals de Britse schrijver Stephen Baxter. Die meer over kosmische fenomenen schrijft bijna dan over karakters. Ja. En dat is een valkuil voor heel veel science fiction. En het beste is natuurlijk als aan de personages ook heel veel aandacht is besteed. Ja. Maar in science fiction gaat het ook over het idee. En dat blijft altijd een afweging waar de meeste aandacht op komt te liggen. Ja. Ik denk in ieder geval dat vooral moderne lezers het niet meer accepteren als je karakters volledig platgeslagen zijn en eendimensionaal. Ja. En dat voor een goed verhaal je niet alleen maar een goed idee nodig hebt, maar ook gewoon goede karakters die geloofwaardig zijn en waar de lezer mee kan meeleven. Ja. Maar net zoals dat in fantasy verhalen ook het magiesysteem belangrijk is en niet alleen maar de keuzes van de karakters, is in science fiction verhalen de wetenschap ook belangrijk, niet alleen maar de keuzes van de karakters. In moderne literatuur komt alles uit de karakters voort, maar dat is in de fantastische genres is nog een ander geïntroduceerd element en dat heeft ook invloed op het plot. De beste science fiction verhalen gaan echter over hoe de karakters reageren op de technische ontwikkeling. Of op de nieuwe uitvinding of op de nieuwe ontdekking. Wat doet het een karakter om geconfronteerd te worden met een ander planeet of met een andere levensvorm of met nieuwe techniek? Wat doet het voor ons om te leven in een maatschappij waar Facebook onze data weet? Ja. En uiteindelijk, alle verhalen gaan uiteindelijk over mensen, over... G.K. Chesterton heeft wel eens gezegd over een druppelende regen of een aflopende klok kun je geen verhaal schrijven. Ja. Dus uiteindelijk komt het terug bij de karakters en bij de mensen. En als je kijkt naar welke verhalen de tand des tijds doorstaan, dan zie je nu ook dat de verhalen van Asimov niet meer gewaardeerd worden, behalve door echte megafans zoals ik. Ja. Maar dat verhalen van George Orwell en Ray Bradbury, die heel veel aandacht hadden voor de karakters en de psychologie van de karakters, dat die wel gelezen blijven worden en blijven relevant blijven. Ja, ik heb ook wel gelezen dat inderdaad, ik heb Asimov zelf niet gelezen, maar ik heb wel daarover gelezen dat het inderdaad wat plattere karakters heeft. Ja, ja. Dat klopt. Maar zijn ideeën, hij is ook een natuurwetenschapper en zijn ideeën zijn heel erg goed. Ja. Maar ja, zijn karakters zijn niet zo boeiend. Terwijl tijdgenoten van hem, zoals Ray Bradbury, juist alweer heel erg goed karakters schetsen konden. Ja. Cool. Konden geven. Ja. Dus ja, leer van Asimov de goede ideeën en van Bradbury de karakters. En geef wel een eigen draai aan. Ja, ik hou zelf het meest van verhalen waar gewoon mooie karakters in zitten. Dat heb ik altijd eigenlijk het belangrijkste gevonden. Niet het genre op zich. Maar er zijn gewoon mensen die er natuurlijk anders over denken. Die gewoon denken, nee, het gaat mij om de ideeën. Ja. Ja. Ja, en gelukkig zijn er overal vooral... Voor elke lezer zijn zoveel boeken dat elke lezer voor altijd wel genoeg te lezen zal hebben. Precies, ja. Hey, als jij een sci-fi verhaal gaat schrijven, hoe pak je dat aan? Heb je dan eerst een sci-fi idee? Of, het begint met een idee. Het wat als verhaal, zoveel korte verhalen of lange verhalen. Het eerst van, wat is een idee wat... wat ik nog niet eerder heb gelezen of waar ik een originele draai aan kan geven. Ja. En dan begin ik met wat is er in het verhaal nodig om dat idee uit te werken. Heeft het een lang verhaal nodig, een roman of een novelle? Of kan het een kort verhaal? Hoeveel karakters zijn er nodig? En vooral, wat voor type persoon kan met dit idee te maken krijgen en daardoor veranderd worden of een andere keuze maken? Nou, oké. Dus vanuit het idee en daarna ga je een beetje denken over plot en personages. Ja. Ja, net zoals dat ik bij een fantasy verhaal eerst zal verzinnen van wat voor wereld, wat is de wereld die ik verzin en hoe werkt die? Zit er een interessant idee over magie in of een interessante
En dan denk, ja, ga ik de vraag stellen van, ja, maar hoe kan ik een karakter interactie laten aangaan met die magie? En hoe kan ik dat op een originele manier gebruiken om het slot van het verhaal tot stand te brengen? Wat vind jij nou het mooiste aan sci-fi? Schrijven en lezen? Ja, het mooiste vind ik dat ik zoveel verschillende werelden kan verzinnen en ontmoeten waar ik als mens nooit zal komen. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in leven in de diepzee of leven in grotten of de mogelijkheid van andere planeten, de mogelijkheid van leven op andere planeten waar ik weet dat ik nooit terecht zal komen. Ik bedoel, ik zal nooit de diepzee met eigen ogen zien en alleen maar documentaires met de stem van David Attenborough erover. Maar in verhalen kan ik daar wel rondlopen en ik zal nooit op Mars staan. Maar in verhalen kan ik daar wel rondlopen en ik zal nooit een ruimtereis maken naar een andere planeet of een tijdreis naar de toekomst of het verleden. Maar in verhalen kan ik dat wel. Ja. En de werkelijkheid is zo groot, eigenlijk zou ik elk hoekje van het heelal willen verkennen. En elk moment van het verleden en alle mogelijke parallele werelden en alternatieve universa ook. Want er zijn zoveel mogelijkheden in het universum. Ja. En science fiction brengt dat voor mij het meest dichtbij. Dat ik vanaf mijn luie stoel als het ware talloze werelden kan bezoeken. Ja. En ja, daar geniet ik heel erg van. Ja, cool. Nou, ik herken dat wel. Vroeger ook altijd wel gedacht, ik zou wel een tijdreismachine willen hebben. En dan helemaal naar het begin van alles. Maar ook, niet naar het einde, maar naar de toekomst. Ja, en dat kan in verhalen. Verhalen zijn de ultieme tijdmachine. Ja, inderdaad. Heb je nou nog een tip voor iemand die sci-fi wil gaan schrijven? Ja, iemand die nog nooit sci-fi heeft geschreven. Wat zou je als nummer 1 tip geven? Nou, nummer 1 is ga sci-fi lezen. Maar dat is altijd de tip is ga veel lezen. Ja. Ook in het genre dat je graag wilt schrijven. En de tweede tip is dat je niet al te veel intimideren. Doordat het moeilijk zou zijn. Of dat iemand anders het al gedaan zou hebben. Je brengt altijd een eigen draai aan. Maar als je gefascineerd bent door science fiction. En je leest het ook al graag. Schrijf het dan en laat het aan mensen lezen. En ga dan kijken of andere mensen het erin geïnteresseerd zijn. En voldoende publicatiemogelijkheden ook in de Nederlandse tijdschriften en bundels. Ja. Om andere mensen ook te laten genieten van je verhalen. Ja, dat is wat we uiteindelijk willen. Ja. Ja, nou, super. Ik denk dat we genoeg handvatten hebben nu om sci-fi te schrijven. Misschien ga ik het ook nog eens proberen. Leuk. Ooit. Dankjewel voor deze uitleg en inzichten. Jij bedankt voor het kijken. Mocht je hier nou nog gedachten over hebben, vragen aan mij of aan Johan, laat die zeker achter in de reacties onder deze video. Vind ik altijd heel leuk als je dat doet. En dan voor nu zeg ik dankjewel voor het komen, voor het kijken en tot de volgende keer.